Kijkers, welkom terug. Zoals u weet hebben we een aantal gesprekken met de gasten van de ACS-conferentie. Er zijn heel wat bedrijven die vertegenwoordigd zijn tijdens deze conferentie. En een van ze is een vrij jong bedrijf en dat is Native Tech Engineering. We gaan dan een babbeltje maken met de CEO van dit bedrijf. Dat is de heer Roger Kanhai. Goeiedag meneer Kanhai. Goeiedag, nog bedankt. Ja, welkom in ons programma. Om meteen te starten, kunt u meer vertellen over uw bedrijf? Wanneer is het opgericht en waarmee houden jullie je bezig? Native Tech is ergens gestart in de COVID-periode in 2020, om exact te zijn in februari. En we hebben dus toen zijn we gestart met het leveren van ICT-diensten, meer in de vorm van netwerk security, netwerk management, netwerk infrastructuur. En along the way hebben we heel veel partners waarmee we hebben kunnen samenwerken, waardoor onze horizon is gaan vergroten. Nu doen we dus los van netwerk meer software engineering voor alle type bedrijven en organisaties. Denk maar aan de vakbonden, grote bedrijven zoals Staatsolie, vakbonden van de Staatsolie. En recent zijn we, nou niet zo recent, maar de afgelopen 2 jaar zijn we een beetje meer gaan focussen op renewable energy. En om specifieker te zijn, solar energy. Omdat we dus wel hebben gezien dat een er een markt daarvoor is, maar ook de noodzaak daarvoor nu hoog is. Met alle ABS-tarieven en zeer zeker dus een recente artikel die we hebben gelezen, dat de krachtcentrale niet op maximum kan draaien. Dus dan wil je wel als bedrijf hierop inspelen, maar er zijn dus heel veel misvattingen over renewable energies in het algemeen en vooral ook bij solar systemen. Vaak genoeg hebben we dus klanten gehad en de meeste van onze klanten zitten in rurale gebieden, Galibi, Tapanahoni gebied. En dan zie je dus dat systemen worden geïmplementeerd, maar er geen adequate maintenance aan wordt gekoppeld. Dus je ziet dus dat systemen dan 1 of 2 jaar maar werken, functioneren. En dan weet men niemand. En vooral bij gemeenschappen zijn er dus geen ownership. En we hebben dus daarop wel heel veel solutions kunnen aanbieden om dat gedeelte op te pakken. Als je denkt maar aan monitoring. Onze systemen zijn dus zodanig geadvanceerd dat we het op afstand kunnen monitoren en dat we op afstand kunnen troubleshooten. En dit maakt wel mogelijk dat we vooraf preventief kunnen identificeren wanneer er fouten in het systeem zijn. En niet wanneer het systeem al gefaald is en dat we dan pas damage control doen. Ja. Aan deze conferentie is ook een expo gekoppeld. Uw onderneming neemt deel daaraan. Waarom is het belangrijk voor uw onderneming om te staan op deze conferentie? Nou, sinds het een regionale conferentie is, denk ik dus dat we hier onze markt al, ik ga niet zeggen helemaal hebben kunnen overnemen, maar we zien wel dus, we kijken naar uit om ook die regionale samenwerking aan te gaan. En zeker dus als je kijkt naar de eilanden. En ik denk dus dat deze expedition wel die mogelijkheid biedt voor ons. Ja, met welke uitdagingen heeft uw onderneming te kampen? Primair, als het gaat om dus bankensystemen, dat is één ding. We hebben dus wel klanten die soms met cash betalen en dan zit je dus met dat van de transacties. Overal, soms is de overheid en vergunning dat je soms nodig hebt. We zitten soms ook met logistieke problemen, vooral in het binnenland. Wanneer je dus naar rurale gebieden gaat en er is een rivier of een kreek die helemaal droog is, en dan zit je wel dus met je equipment daar. Maar anders dan dat hebben we niet echt andere challenges gehad voor nu. Misschien meer related to de regio. Dat is pas een horizon die wij nu pas proberen te exploren. En ik denk dus voor nu, dat we zitten met interne organisatie, hoe gaat het aan toe? Welke instanties en instituten zijn er? Hoe begin je dus die business met de regio? Ik denk dat een beetje voor zeker small en medium enterprises dat nog een grote hurdel is. Ja, u zei daarnet dat jullie bezig zijn te exploren, dus mm-hmm. Ik ga ervan uit dat jullie nog niet in de regio actief zijn. Nee. Maar zijn er al gesprekken gaande en met wie allemaal? Ja, we hebben, ik denk vorig jaar ben ik geweest naar Sint Lucia, meer voor een community project dat ik daar moest uitvoeren. En je ziet dus op basis daarvan, en een van onze services dat we doen is dus custom
ICT solutions. We zijn bezig met een learning management systeem die we bezig zijn te implementeren in het binnenland. Om een stukje distance learning in het binnenland mogelijk te maken. Zeker dus wanneer het komt op internet. En je ziet dat het Caribisch gebied ook hetzelfde probleem, dezelfde problemen heeft wanneer het komt op distance learning. Dat er geen platform is en ik denk dat er daar wel een potentie voor ons is. Dat we één centrale learning management system kunnen implementeren. Ja. Hoe belangrijk is uw onderneming in deze digitale wereld? Nou, zeker voor onze community. Misschien omdat ik een beetje een relatie heb. Ik ben ook inheems en ik heb heel veel gewerkt met... En ik werk nog steeds met Maron en inheemse gemeenschappen. Zijn het dus heel belangrijk voor ons om iets terug te doen voor de community. Dus je ziet wel dat één, die technologie en die communicatie naar daar heel slecht is. Het ligt misschien grotendeels door de providers, maar dat we wel toch die andere solutions kunnen aanbieden voor deze gemeenschappen. Want we zien dus dat er daar wel wat minder kader is wanneer het komt op het technisch gedeelte over het algemeen. Niet alleen ICT, maar ook energie. Ja, meneer Kanhai, wat wil Native Tech uiteindelijk bereiken uit deze conferentie? We willen meer exposure hebben in terms of onze klantenkring. We willen niet alleen meer gaan focussen in rurale gebieden, in de inland van ons, maar ook meer bedrijven. Dat lukt ons nu aardiger om andere lokale bedrijven in de stad ook te kunnen onze service te bieden aan hen. Dank u wel en succes toegewenst. Dank je wel.